Als ik het goed heb, zou ik het hebben over de situatie zoals hij nu is. In ieder geval jeugdigen die worden niet die worden in diensten voor de rechter verschijnen, worden ze zodanig straf opgelegd wanneer het gaat om minder ernstige strafbare feiten, dat ze binnen hooguit een jaar weer in die samenleving terechtkomen en hun leven, hun studie enzovoorts weer kunnen aanvangen. Wanneer het gaat om zwaardere strafbare feiten, kan de rechter overwegen om te straffen als zoals een volwassene gestraft zou worden. Maar dat zijn besluiten die vallen buiten de invloedssfeer van de politie om. Wat voor ons van belang is, is de situatie zoals hij vertoond wordt in het filmpje. Ik kan de geruststelling geven, het is niet de situatie zoals we die vandaag hebben. Vandaag aan de dag hebben we een idealere situatie. Daar is werk aan de winkel, niet alleen voor de politieorganisatie, maar ook voor anderen buiten de politieorganisatie om zoveel als mogelijk inspanningen te plegen om die jeugd op het rechte pad te houden. Ja, de minister van Justitie en Politie is gestart met een project Muziek voor Jeugdigen. De president heeft ook zijn bijdrage geleverd, meneer Santokki, om muziekinstrumenten uit te laten halen uit Nederland. De heer Stanley Dijsteel heeft een belangrijke bijdrage geleverd voor het halen van muziekinstrumenten naar Suriname. Ter behoefte van muziek voor het jeugdigen. Ja, dus ik weet niet wat de status is van... of de vorderingen zijn in dat project. Ik weet wel dat er behoorlijk wat inspanningen zijn geleverd op het hoogste niveau van het land om jeugdigen zoveel als mogelijk van het criminele pad af te houden. Dat kan ik wel bevestigen omdat ik er nauw bij betrokken ben geweest. Alleen voor betreft de status, daarvan kan ik op dit moment niks zeggen. We kijken wel in de richting van allen, onder andere mensen als meneer Koster, die Wilco Koster van Latour. En we hopen dat er op verschillend vlak, maatschappelijk vlak, dat mensen tot het besef zullen moeten komen dat wij, onze jongeren, wij zullen bepalen hoe de richting van Suriname eruit zal gaan zien. Plegen wij geen inspanningen, ja, dan moeten we morgen niet klagen. De afdeling Public Relations van de politie die heeft voorlichtingshotspots. We organiseren politiebeurzen. We organiseren van alles om de jeugd op het rechte pad te houden. Maar het kan niet alleen een activiteit zijn van de politie. Alle andere, iedere bijdrage van ouderen of jongeren die kunnen helpen om de toekomst van Suriname veilig te stellen, goed veilig te stellen, is een welkome aanwinst.